Ons hoofd is even groot nu ongeveer. Maar. Dag dames en heren, leuk dat jullie luisteren of kijken naar een nieuwe aflevering van Even Babbelen. Maart editie. Want ja, we zitten in maart mooie natuurlijk. Mooi thumbnail toch? Ja, ja, ik vind het een hele knappe thumbnail. En van onze mooie designer Daan. Oontje. Ik weet niet, heb je een coole naam of een coole, hoe heet dat? Maar wil je mijn game naam? Nee, jouw... mijn echte naam is geheim namelijk. Nee, artiestennaam. Je weet dat mensen hebben artiestennaam. En zo. Je weet dat bijvoorbeeld Eminem. Bijvoorbeeld... Eminem. Dre... Ah, what the fuck. Ja, nou ja. Jay-Z? Jay-Z is nooit een echte naam, toch? Ik weet niet. Rihanna? Rihanna is waarschijnlijk was... Artiesten, ja, wow, wow. Heb jij een artiestennaam? Heb ik een artiestennaam? Ik ben niet eens een artiest. Oh, ik heb geprobeerd. Maar, nee. Maar als ik een artiestennaam zou nemen, zou het iets met een G zijn, weet je. Want ik vind een G zo'n mooi lettertje, weet je. Ja. Dus, altijd G geweest. En mijn in-game neemt ook altijd iets met G. Ja. Anyhow. Ja. Nou, leuk dat je naast me zit, Daan. Ja, waar wil je over praten? Ja, praten. Nou, het is weer maand. We hebben een tijdje elkaar niet gezien. De camera gaat straks uitvallen, want we zijn altijd goed voorbereid. Vooral met het batterij en zo. Maar goed, laten we verder gaan. En laten we het snel maken. Mooi weer, ja. En niet om even een onderwerp te verzinnen. Maar het is echt mooi weer. Het is echt van de afgelopen dag gewoon... Ja. Ik heb bam, gewoon wegregen, wegwolken. Regen, het is blauw, sneeuw. Het is blauw in de lucht. Alles. Jongen, als ik nu zeg het is mooi weer, weet je wanneer dit is opgenomen. Waarom zit er eigenlijk binnen? Geen idee, maar ik weet niet. Misschien is het koud, ik weet niet. Als de volgende keer weer zulk mooi weer is. Ja, ga buiten zitten. Gezellig, neem jullie mee. Gaan we gewoon naar buiten, ja. Neem jullie gewoon lekker mee. Maar ja, ik heb een paar... Wat zit je ook achter die computer? Ja, misschien is het regen bij het nu, weet je. Maar is misschien hebben we daarom zo weinig views. omdat iedereen buiten zit. Oké, misschien is het niet de goede doelgroep die we hebben. Oké, ik heb een paar shit dat ik even vraag. Ten eerste, als jullie op Teams hebben gehoord, waarschijnlijk is het al bekend wanneer je dit hebt gezien. Turkije en Nederland hebben een beetje ruzie. Weet je wat er precies aan de hand is daar? Ja, volgens mij zijn de eerste atoomraketten al de lucht in. Hoorde ik net. Ja, dus... laten we hopen dat die... Niet Amsterdam raakt, weet je. Nee, precies. Nee, dat is niet grappig. Tenminste, je kan best grappen maken. Nee, dan moet je even geen grappen over maken. Atoombommen kan je best grappen over maken. Ja, worden, dat is toch alleen maar... Kijk, als het gebeurt, dan is het niet grappig. Zeg maar. Maar ja... De kans is zo klein dat het gebeurt. Nou, kan alleen maar gebruikt om te dreigen. En ik weet niet eens of Turkije atoombommen heeft. Vast wel. Elk land. Nederland heeft ook. Nederland heeft volgens mij ook wel. In Russen, we hebben ooit die, hoe heet dat? We hebben ooit wel dingen gehad. Ja. Maar niet atoombommen, ik weet niet. Nou, we hebben atoomdingen. En als je het in een bom zet, dan heb je een atoombom, weet je? Zoiets. Nee, maar atoom. Volgens mij heeft Nederland wel gewoon allerlei gekke lijpe raketten waarvan wij niks weten, ergens stiekem in de grond gestopt. Ja. Tegen anti-air. In de Tweede Wereldoorlog hadden we dat toch? Of, ja, en volgens mij nu op, rond wereld of rond de legerbasis heb je wel gewoon anti-air dingen extra veel. Mm-hmm. Maar geen atoombom volgens mij. Ja, we weten heel veel dingen van de overheid. Hè? Je weet toch, net als Amerika. Nee, maar atoombommen, als je dat hebt, dan laat je dat meestal wel horen. Want ja, nee, dat is echt dat gebruik je niet als nee, als, want nee, als het wapen, is verboden. Maar dat gebruik je. Je gaat niet laten weten van, hé, we hebben atoombommen. Want het is verboden om ze überhaupt te maken en te hebben. Ja, maar dan krijg je het ook niet voor elkaar. Want het wordt nooit zo makkelijk om het te maken als het verboden is. Ja, nou ja, misschien weten ze het wel. Nou ja, we hebben een minister-president en die is nogal niet machtig, weet je. Als je het vergelijkt met een Amerikaanse president, dus... Die moet wel alles weten. Ja. Misschien weet minister-president Rutte dat niet, weet je? Dat we bommen hebben, ja. Ja. Atoombommen, dat denk ik niet, eigenlijk. Nou, oké. Okay. Ja, ik tenminste denk wel atoomvloeistof, ik weet niet hoe dat heet. Ik ben geen chemicus. Uranium. Uranium, dat hebben we denk ik wel. Ja, maar een bom? Maar niet voor legerdoeleinden en zo. Ik denk dat gewoon voor scheikundige dingen bedoeld. Om onderzoek te doen en... Ja, of we hadden het gewoon overgebleven van geschiedenis, wereldoorlog. Ah, jongen, we worden het normaal helemaal af. Maar goed. Misschien nog van, ja. Daar moeten we gewoon niet over grappen. En ik hoop dat het allemaal goed komt tussen Nederland en Turkije natuurlijk. Ja, precies. Maar anders komen we weer in een nieuw oorlogje. Maar oorlog gaat echt niet zo, hoor. Maar ja, weet je, Erdogan. Nee, laat het niet op ingaan, Yuri. Er zijn sensitive people. Iedereen heeft zijn eigen mening over, over zoiets. En
ja, precies. Ja. Maar ja, oké, ik heb een ander onderwerp. Ik vind het trouwens wel mooi, dat wil ik even zeggen. Laten we niet te veel... hierover, hoe zeg je dat? Laten liggen, laten zwijgen. ik vind het mooi dat Nederland een keer echt zijn ballen laat zien. Want het was even niet duidelijk of Nederland op ballen had of niet, zeg maar. En nu zo Nederland zo van... ballen. En ze laten zeg maar wat er gebeurd is. Ja, moet inmiddels wel bekend zijn. Maar het vliegtuig van de Turkse minister mocht niet landen in Nederland. Ja, ja. Omdat Turkije had gedreigd met sancties tegen Nederland en alles. Dat soort dingen. Ja, dat vind ik niet leuk, hè? En normaal is Nederland echt zo van... oh, Turkije, laat ze maar landen. Oké, sorry. Weet je? Doe geen sancties. Maar nu echt zo van... fuck ja! Wij zijn Nederland... ja, wij zijn... En ik heb niks tegen Turkije, maar ik vind het mooi dat Nederland een keer een beetje zijn macht... ja, meestal houden we ons erbuiten. Weet je, zo gaat zitten. Eerst wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog, we houden ons erbuiten. We zijn neutraal. Ja, dit keer hebben we wel ons eigen standpunt van nee is nee, weet je. Nee ja. Is nee. Misschien komt nog Geert Wilders, zou ook weer kunnen. Wie weet. Maar, ik weet niet, misschien zijn er allemaal geheime deeltjes in. Misschien hebben we dus wel uranium. Hey, we zijn niet bang. Dat zou kunnen. Uranium, ja. Maar goed. Over 2 weken hebben we al een tentamen gedaan. Klopt dat? Ja, ik heb deze aankomende week alweer een tentamen. Ik heb nog niks gedaan. Misschien, ja, ik heb een paar slides doorgenomen. Goeie voorbeeld hoe je het niet moet doen wanneer je op college... Ja. College. Maar ik denk dat het wel goed komt in deze periode. Ja. Ik heb er voor een periode 3 weken gedaan, dus ik heb 8. Ik heb er namelijk 8 dames. Ik ben al begonnen, maar het gaat moeizaam, weet je. Het is toch al een beetje, wat zal ik doen? Want ik ben van plan om te stoppen met de ene. Waar begin je ook? Huh? Waar begin je? Bij welke? Ja, dus met de opleiding waarvan ik wil gaan stoppen. Ja, dat ja, begint. Ja. Dus dan ga ik automatisch leren voor dat vak. Terwijl 1 week na de tentamenweek van dat ene opleiding, heb ik weer die andere opleiding, 1 week daarna. Dus ik... ja. Ik ga automatisch leren van het ene vak die als eerst komt. En daarna ga ik die andere. Dus dan kom ik een beetje in conflict met mezelf. Ik heb cognitieve dissonantie, weet je nu? Dus een beetje stress. Maar er was nog iets. Afgelopen week ben ik naar Het Zijn Net Mensen gegaan. Zo'n leuke tv-programma, RPL. Het Zijn Net Mensen. Het Zijn Net Mensen. Ken ik niet. In Hilversum, Studio Hilversum. Heb ik daar gewoon even bijgewoond als publiek. Wow. Nice. Want ik ben studentenmentor voor mijn studentenkindjes. En het leek me wel leuk om een excursie te organiseren voor ze. Dus ik ging lekker een excursie met ze. En ik heb geboekt voor 24 man. Ja. Wow. Maar uiteindelijk kwamen er maar 15. Dus ik dacht, fuck jou, weet je, fuck jou. Als ik als studentmentor iets voor jullie ga organiseren. En ik zeg, ik ging ze hele week, 3 weken van tevoren. Maar ik weet niet, ik ken, hoe heet dat programma? Het Zijn Net Mensen. Het zijn mensen. Ik ken het ook niet. Ik kwam blind binnen eigenlijk gewoon. Van, wat is dit? Ja, oké. Maar ik heb gewoon een beetje gegoogeld en uiteindelijk, oké, was wel, we zien wel. Maar, was het wat? Was het leuk? Het was oké. Het was niet super, maar het was oké. Ik heb wel Frans Bauer gezien. Nice. Okay. Dus één presentator, die man van Tan, van Late Night. Ja. Hij is de presentator en dan komen er 2 hosts en die nemen 1 gast mee. Er zijn 4 BN'ers. Nou, die 2 hosts is zo'n Belg. Ik weet even zijn naam niet meer, het is comedian. Die andere is Najib Amali. Dus hij was wel grappig natuurlijk. Ja, dat is wel grappig. Najib Amali nam Laura mee, of Lara, ik weet niet. Zo'n vrouw van tv, Veronica volgens mij. Zo'n blond, klein vrouw. En ken ik niet. En die Belg die nam Frans Bauer mee. Dus Frans Bauer was wel grappig. Nee, hij was niet grappig. Hij was totaal niet grappig. Maar zie je wat mij aan was grappig. Ik wist niet eens dat die man nog leeft. Hij heeft kinderen. Hij is een van de weinige BN'ers die niet homo is. True story. Nice. Of in ieder geval ik heb in één keer... ik weet niet. Ja. Maar, het gaat erom. Ik heb gewoon even gepland. Leuk jongens, we gaan excursie. Uiteindelijk komt ze niet opdagen, weet je. En ik heb gereserveerd op de naam, op mijn naam en van hoofdstad van Amsterdam. En dan komen ze niet. Dan krijg je toch een slecht imago. Oeh, dat is misschien wel waar. Ze doen jou gewoon een slecht imago aan. Dus als ze volgende keer weer willen komen, zegt ze misschien nee. Misschien zijn ze wel vol, hè. Dus, maar ja, dat vind ik dus even stom van die mensen. Maar die mensen die leuk die zijn gekomen, top man, heel leuk. Toch nog meer dan de helft kwam. Mag je ook blij mee zijn. Ja. Het ligt eraan hoe je het bekijkt. Ja. Is het glas half vol of half leeg? Nee, maar ik had aangemeld voor 24 personen. Maar de klas bestaat uit 26 personen. Of meer zelfs. Nee, de klas bestaat uit iets van de 28 mensen. Dus sowieso. Ja. Meer dan de helft zijn niet gekomen. Ja. Dan niet.
Hoeveel kwamen er wel? Kijk, de klassenlijst is 33. Hoeveel kwamen er? Hoeveel? 15. En dan met mij erbij 16. En ik heb iemand gevraagd van een andere opleiding die ook ging komen. Zei uiteindelijk 17. Ja, 17. Van de 24. Ah joh, maakt niet uit. Als je dat gewoon... Ja, ik vind het gewoon niet leuk dat mijn klas dat doet, weet je. Ik doe zoveel voor ze. Ik doe het gratis, hè. Het is niet dat ik voor betaald krijg, maar... Maar je betaalt er ook niet voor. Nee. Maar als student mentor, dan krijg je ook niet voor betaald. Dus ik krijg geen geld, ik krijg geen bonus, ik krijg helemaal niks. Nou, ik denk dat als je een paar mensen mee hebt, dan dat de hogeschool al blij is met jou. Ja, dus, ja. Ook al is het maar een klein beetje. Ja. Je neemt tenminste initiatief. Ja, oké. Nou ja, kamer is uit, maar ja, geen probleem. Er was wel nog één ding wat ik over wilde hebben. En dat is stemmen, Daan. Ik heb, nou wacht wel, ik heb ook nog even, ja, dat kunnen we als laatste doen. Kunnen we mooi hem afsluiten. Ja, ik heb ook iemand ontmoet in plaats van Frans Bauer. Jamie Heineman. Oh, Jamie, wie is dat? Wie is dat? Ja, komt waarschijnlijk nu een foto in beeld. De enige Jamie die ik ken is van Midbusters. Yeah. Die was bij mij in Twente op de universiteit op bezoek. En die gaf een college tour was er. En ik kon allerlei vragen stellen. Ik had ook een vraag voor hem. Die vraag is ook beantwoord. En het enige jammer is dat ik die vraag zelf niet gesteld heb. Oeh. Ik werd niet aangekeken door de mensen die... microfoons uitdeelde, dus ze zagen me niet. Ik stak mijn hand op. Meerdere mensen naast mij staken handen op, maar ze werden niet gezien. Maar de mensen voor ons, die werden wel gezien en die hebben dezelfde vraag gesteld die ik wilde stellen. Ik had hem alleen mooier kunnen stellen. Wat voor vraag was het? Ja, de vraag was, maakt niet of uit. Het waren heel veel vragen. Oh. Waar ging het college eigenlijk over? Ja, hij vertelde dus hoe die op het punt gekomen is waar hij nu is. Dus Midbuster? Het grote verhaal van Midbusters. Wat is hij eigenlijk? Hij is gewoon een host van Midbusters. Dus oké, maar Midbusters is nu gestopt. Wat is hij dus naast... Hij maakt nu... hij heeft een werkplaats in L.A. volgens mij. Oké. En alle mensen van Midbusters die daaraan meewerkten. Die hele crew en die hele cast. Die werkt daar nog. Of nou, die leeft daar in de buurt. Dus ze kennen elkaar en ze... En ze zijn heel goede vrienden. En hij maakt nou een grapje dat hij met iedereen vriend is. Behalve met Adam. Ah, oké. Okay, ja. Maar ik weet niet, waarschijnlijk leeft hij er ook. En zijn ze gewoon vrienden. Zijn BFF's gewoon. Maar hij heeft zich helemaal afgesloten van alle camera's en alle nieuwsdingen. Ah. Want hij houdt niet zo van publiciteit. Ja. Ah, daarom was het zo stijfjes. Ja, hij was altijd een beetje stilletje. Adam maar hij, was die ik vond hem juist, ik vond hem juist wel het coolst van de twee. Omdat Adam is altijd heel overdreven en... schreeuwen en Jamie altijd gewoon heel chill, maar hij kwam wel met zijn beste ideeën. Hij kwam wel met het mooiste resultaat altijd, vind ik. Ja, je weet hij was creatiever dan Jamie, hoor. Ja, dat weet ik niet, maar het is een script die ze moeten volgen. En... Ja, klopt. Het was heel erg... En dat vond hij zelf ook kut. Ja. Hij wil gewoon dingen doen en wil gewoon mits vind ik ook. Oplossen of basten. Maar het moet wel een beetje, zeg maar, spectaculair zijn. Anders vind je het niet leuk om te kijken als kijker, weet je. Maar als ik, als kijker... Ja, dat hield hij dus niet. Ja, ik als kijker vond Adam wel cool, weet je. Heel normaal, hoe het gewoon normaal op tv is. Gewoon normaal tv-persoon. Jamie vond ik altijd... Beetje saai. Hij moest script uit zijn hoofd kennen en dan zegt hij voor de camera. Maar zonder emotie dat hij het vertelt. Ja, echt altijd zonder emotie. Heel saai. En hoe is het dan bij zijn college? Is het dan ook zo hetzelfde? Ja, hij heeft het alsnog... Je ziet ook minder emoties, omdat ze... gezicht half bedekt is met die enorm gave snor en inderdaad walrusachtig en die pet, maar ja dat hij heeft trouwens altijd dezelfde pet. Ja. Het is één pet en die heeft hij altijd dus hij heeft precies hetzelfde uit dat je op tv zag. Ja, een beetje wel. Dat was ook een vraag van heb je is dat één pet die je hebt of heb je er 20? Dan zeg ik ja, dat is één en dezelfde. Ik was hem wel hoor. Maar hij hield niet zo van dat we dat soort vragen, dat soort vragen gesteld werden. Want hij komt naar een technische universiteit. En hij wil vragen beantwoorden over robots en Mars en dat soort shit. En mensen vragen van hoe hou je die snor in ding. Maar mijn vraag... Serieus vraagt ze dat? Ja. Universitaire mensen? Ja, het was meer voor de grap. Maar hij ging er wel positief mee om. Hij ging er heel grappig mee om. Zo van ik kom daar niet voor van die shit. En hij beledigt ze wel een klein beetje, die mensen. Maar op een aardige manier. En iedereen moest lachen. Dat is wel grappig. Iedereen lag in een deuk. Oh, leuk. Maar, hoe heet het? Mijn vraag was dus, wat ben je nu aan het maken in je werkplaats? Want hij heeft dus die werkplaats daar in L.A. Mm-hmm. Dan maakt hij echt van alles. Gewoon, een soort van hoge druk gun die... een soort van pingpongballen kan schieten. Of, niet pingpongballen, maar net zo groot als pingpongballen, maar zwaarder. Oh.
Uh-huh. En die schiet zo hard met gewoon met lucht. Net als airsoft, zeg maar. Okay. Fucking hard. Kan je gewoon moord mee plegen. Zo. Ja. Waarom baat je dat? En op dit moment, ja, mijn vraag was, wat maak je nu? En iemand anders stelde die vraag al. En de antwoord was, ja, hij maakt een of andere tank of zo. Die... Een tank? Een tank, ja. Een tank qua autotank? Een autotank. Oh. Die kan rijden met metalen tracks, dus niet met rubber, maar met metaal, die gewoon een vuur in kan. En dan sproeit hij water om zich heen. In de tank zit helemaal vol met water, dus het is en een autotank en ook gewoon een watertank samen. Oké. Okay. Dus dat is wel een mooi woord, tank dan. Ja. Denk je nu? tank. Oké. Okay. En die koelt zichzelf door dat water van binnen, dus dat, die niet, dat het metaal niet helemaal, ja, dat het niet fout gaat door de hitte. Mm-hmm. En hij gebruikt het water ook om het brand te blussen, zodat de brand weer erdoor kan om ander vuur te blussen. Dus best wel, ja, daar ben ik in ieder geval wel geïnteresseerd in, dat soort technische dingen. Het is wel nice. Okay. En ja, heel interessant. Ik ben 2 dagen geweest bij die college tour. Hoe lang duurde dat? Anderhalf uur per ding. Oké, normaal dus. Oké, ja, dat is... Ja, en zijn hele loop van zijn leven, hoe die gekomen is, waar die nu is en zit, vanaf universiteit. Of vanaf school, wat hij ooit deed. Okay. Hij heeft trouwens ook Russisch gestudeerd. Zo. Daar begon je mee, Russisch. Toen is hij een kapitein geweest van een boot. Nou, dat verbaast me niks. En duiken. Een duikinstructeur was hij. Interessante man dus. Ja, je kan opzoeken. Oké, okay, top. Shit. Nou, best cool dat jij een college krijgt van... heel inspirerend. Van iemand, een belangrijk iemand. Nice. Ja, ik wil opschrijven. Ik had van minister-president Rutte. Rutte ja. Maar goed, daar gaan we het niet over hebben. Tenminste, ik zou liever in de schoenen van Jamie willen staan dan in de schoenen van Rutte. In de schoenen? Ja, ja, kijk, qua job, ja, daar heb je denk ik wel gelijk. Want het lijkt me ook veel leuker om midbuster gozer te zijn dan een politicus. Ja, precies. Nu we het toch over politicus hebben. Ja, mooi bruggetje trouwens. Ja, ja, goed, ja. Dat was totaal niet gepland. Want we hebben geen script hiervoor. Nee, klopt. Maar nou, dat zien jullie nu helaas niet meer, maar we hebben geen script. Nee. Maar dus, zoals ik al zei, politiek. Daan, stemmen is al over een paar dagen. Ja, heb jij al enig idee waar jij op gaat stemmen? Ja, ik heb wel zeker een richting. En ik weet nog trouwens niet wie en welke partij. Maar ik twijfel tussen 3 partijen. Maar ik heb nog niet heel veel onderzoek gedaan. Uh-huh. Dus, maar gaat het wel doen? Onderzoek? Ik ga sowieso stemmen. Oh, doen, onderzoek doen en ja, stemmen? Ik zit echt te denken aan... ik vind het milieu heel belangrijk voornamelijk. GroenLinks, denk ik direct daarna. Ja, dus heel veel mensen denken GroenLinks. En GroenLinks gaat ook zeker groeien, denk ik. En volgens de peilingen, maar ik denk ook gewoon, ik hoor allemaal mensen om me heen zeggen van, joh, ik ga GroenLinks stemmen, want er moet eigenlijk een keer een linkse regering komen, maar ja. Ik heb geen verstand tussen mensen, links en rechts. Nee, links en rechts is ook niet meer heel erg relevant, want er zijn zoveel problemen in Nederland en shit, dat links en rechts niet meer echt belangrijk is. Ja, die scheidslijn is een beetje aan het vervagen. Ja, precies, het vervagen. Ik weet ook niks wat links en rechts is. Dat hadden we in de derde vierde klas gehad. Toen hadden we maatschappij leren. Dat hebben jullie waarschijnlijk misschien ook. Nee, ik heb het ook nooit gesnapt. Toen. Nee, ik ook niet. Nee. Want we zaten ook naast elkaar. Middelbare school leer je echt alleen als je echt zelf helemaal initiatief neemt. En als je door het leraar laat doen en je laat je vertellen, dan leer je het niet op een of andere manier. Ja, je verzet je tegenaan. Maar ja, je verzet het was wel leuke tijden. We hadden maatschappij leren en we zaten samen. Die toetsen gingen we ook altijd samen maken. Ja. Nou, we hadden ooit een keertje met z'n vieren een toets gemaakt, want we gingen wisselen van toetsen. Ja, dat was helemaal... gedaan. Ja, dat was ook mooi. En mensen gingen, omdat we kregen een stagiair of zo'n nieuw man. En mensen uit onze klas, gingen gewoon met een wc, ze werden uitgestuurd. 3 wc-rollen. Gingen ze met wc, hoe heet dat, wc, zo'n schrobber. Schrobber, ja. Schrobding, wc-schrobber. Gingen ze gooien in de klas en kwam op zo'n meisje uit je weet klas. Hoe vies die dingen zijn. Ah, dat was, en het, vooral op school, hè. En ze gooien 3 tegelijkertijd de hele klas in. Oh, ah, dat waren tijden. Dat waren tijden. Maar nu klinkt alsof we in zo'n slechte achterstandswijkscholen zaten en zo. Zaten we ook. Zaten we ook, geloof ik. Amsterdam Noord. We noemen geen namen. Amsterdam Noord. Ja, goed bezig. Maar goed. Dus, oké, okay, stemmen. Maar, ja, ik zit er te denken tussen GroenLinks en Partij van de Dieren. Die veel meer... Ja, de hele naam slaat nergens op. Het woordje dieren komt 1 keer voor op de halve site. Ik weet niet hoe vaak. Het komt veel te weinig voor als je kijkt naar de naam. Dus die naam moet je niet naar luisteren. Maar zij geven heel veel om het klimaat en zo. En dat vind ik belangrijk, want de toekomst... je kan wel allerlei toekomstige dingen doen. Je kan wel robots maken, je kan wel overal gaan investeren.
Maar wat kan je ermee als je geen toekomst hebt? Ja, inderdaad. Oeh. Goed gezegd, Daan. Oké. Okay. GroenLinks en Partij voor Dieren. En Piratenpartij. Klinkt ook dom. Maar je moet niet kijken naar de naam. Dat is het domste wat je... Dat is dom, kijken naar de naam. Dat is het doel. Je moet kijken wat ze denken. Ja. En ze gaan sowieso niet groot genoeg worden. Om misschien... Ja, ik weet niet hoeveel zetels... maar ja. Mm-hmm. Ik vind de standpunten van de partij van de Piratenpartij best wel interessant. En dat zijn? Ja, een transparant, hele transparante... Ja, oké, internet. Ze staan eigenlijk gewoon... Niet eens internet, gewoon transparante politiek. Dus voordat de beslissingen worden genomen, dat mensen ook echt duidelijk zeggen wat ze gaan doen. Oh, oké. En niet dat ze stiekem deeltjes gaan sluiten en maar dat is wat heel veel gebeurt. Goed. Maar ze vast wel slechte dingen en zo. Maar ja, hebben ook slechte standpunten. Bijvoorbeeld meer snelwegen, meer Schiphol uitbreiden. Dat is ook wel goed, maar daarmee leg je het klimaat niet. Ja, wat hebben ze zo erg aan tegen Schiphol uitbreiden? Dat was ook bij de kieswijze. Schiphol moet kunnen uitbreiden. Alsof het echt een issue is. Wat heb jij toen ingevuld? Ingevuld? Ik heb ja gezegd. Ja, want wat denk je? Waarom heb je ja gezegd? Wat dacht je toen? Waarom niet? Als je Schiphol uitbreidt, dan ga je... Ja, ik heb niet heel veel in verdiept, maar ik ga ervan uit, dan kan je ook meer vliegtuigen landen en zo. Al die dergelijke. Nou, ten eerste zorg voor meer... Kan de Turkse minister een keertje landen? Wow! Ja, misschien true. Nee, dat heeft er niks mee. Het heeft gewoon meer banen bijvoorbeeld, hè, creating jobs. En het zorgt ook meer voor toerisme. En je weet toch, we hebben Civilization gespeeld. Toerisme is best belangrijk. Ik focus meestal niet op toerisme. Nee, ik focus me op war. Uranium. Uranium. Oh ja, dat is het belangrijkste in SIF. Dat is het belangrijkste in het leven. Ja, is er geen partij die voor atoom... Partij voor uranium. Atoomoorlog is of zo. PVU. Nee, maar over SIF ook wel een leuk bruggetje. SIF 6, daar gaan we ook binnenkort spelen, hè? Ja, moeten we even spelen inderdaad. Maar wel na dit tentamens. Dus, ja, dat komt nog. Oké, okay, maar laten we het even een beetje afronden. In ieder geval, wat mijn mening over politiek en stemmen is, ik heb geen flauw benul hoe het is met stemmen en zo, want ik heb niet echt veel zin in stemmen, maar ja, mensen hebben 100 jaar lang moeten vechten voor stemrecht en zo, het is nogal zonde om niet te stemmen. Precies. Dus ik heb gedaan een stemwijzer, of kieswijzer, ik weet niet hoe het heet, en uiteindelijk kwam het 3 keer uit, want ik heb 3 keer gedaan, Ondernemerspartij. Okay. Dus misschien doe ik dat wel. Ik heb geen zin. Wat zijn hun standpunten? Wat willen ze dan? Geen snelwegen en shit. Wauw idee. Heb je ooit nagedacht over het klimaat? Misschien klink ik nu als een of andere hippie, maar... Ik ben juist degene die denkt over het klimaat en zo, ik weet niet. Ondernemerspartijen hebben daar helemaal niks over te zeggen, toch? Geen idee. Zoals ik al zei, ik ben niet... Ik ben, ook al doe ik een opleiding dat een beetje rechter misschien is... Misschien kijk ik nu ook naar de naam, hoor. Ik doe helemaal niks met dat. In ieder geval, ondernemerspartij kwam als eerste. Daarna kwam... 50 plus. What the fuck? Ik ben 20 binnenkort en 50 plus. Nou, oké. Cool, top. Oké. En uiteindelijk kwam VVD of CDA een paar keer. Ja. Maar ja. Dus met andere woorden, ik heb geen idee op wie ik wil gaan stemmen. Dus dat wordt wel leuk. Nee. Links is wel een goede, denk ik. Misschien weten jullie dat. Hè? Laat dan een reactie achter bij de comments. Wat stem je? Ja. Als het maar links is. Wow. Tenminste, wat is met rechts? Je moet gewoon. Why going left when you can't go right? Can go right. Ik bedoel, ik weet niet. Ik denk dat er heel veel mensen er wel mee eens zijn, maar ik weet niet. De regering nu is een beetje, ik weet niet. Ja, weet je wat ik wel. Als je heel veel geld verdient en zo, dan is het prima. Maar als je een gemiddelde Nederlander bent. Denk ik, tenminste. Nou, ik weet niet. Ik kan er niks over zeggen. Ik durf er eigenlijk niks over te zeggen. Maar heel veel mensen zeggen nu opeens links, links, links. Ja, en de vorige jaren niet. Er is best wel veel aandacht voor... Ik denk dat het wel een goede beweging is. Ja, er is laatst ook heel veel aandacht voor GroenLinks, D66. En PVV is best wel beroemd aan het worden. Ja, what the fuck. Maar goed, dus als je dan ook kijkt naar de naam van PVV, Partij van de Vrijheid. Ja. En je kijkt naar de naam van Partij van de Dieren... Dan zijn ze allebei een beetje... Kloppen niet. Ja, en piratenpartijen gaat ook niet met een oogdoekje... Met een ooglapje naar de... Somalië. Naar de kamer.
Nee, precies. Het zou wel leuk zijn. Allemaal dat AK's en zo'n dresscode met... Dus namen slaan helemaal nergens op. Je moet je gewoon even verdiepen in... Met wat ze zeggen en zo. Maar goed. Dames, wij zijn wel best lang bezig. Ja. Dames en heren, het was leuk en gezellig. Het was natuurlijk weer gezellig met jou, Daan. Het was ook heel serieus op een gegeven moment. Van, ja, what the fuck, man. Nee, ja. We zijn nooit zo serieus. Nee, maar misschien is dat het doel van even we worden oud, weet je. Ik bedoel, ik word over een paar dagen voor ik 20 en... Ja. Jij bent al 20, we zijn hier geen tieners meer. We worden oud. Oh shit, we zijn nu opeens 20ers. We moeten serieus zijn nu. In ieder geval. Maar niet weggaan als je nog niet serieus bent. Kom op, we kunnen ook best wel grappig zijn. Ja, ja, alsjeblieft. Kom op. Please. I beg you. Anyways, dames en heren, leuk dat jullie hebben geluisterd naar een nieuwe aflevering van... Waarom zo'n raar stem? Geen idee. Maar oké. Okay. Dames en heren, leuk. Even babbelen. We hebben niet eens even babbelen gezegd. Maar ja. Even babbelen. Ja, nou, je hebt het ingehaald. In ieder geval, leuk dat je hebt geluisterd naar Even Babbelen. De maandelijkse podcast. Nee, geen podcast. Maandelijkse babbelmomentje. Ja, het is maandelijks sowieso. Ja. Maandelijkse babbelmomentje tussen Daan en Jon Lee. En geef ook even een reactie over wat wij moeten praten. Ja, want we zijn radeloos. Een beetje met jullie praten. Onze creativiteit loopt nogal... leeg. In ieder geval, jongens. Ik weet wel of het weer blijft praten, maar ik weet niet of je... Ik heb dat vaak genoeg gezegd, maar nu ga ik het ook echt doen. muziekje zit al tussentijd af te spelen. En, doei. Doei, tot volgende maand. Of een normaal videootje. Hey, toch? En de game. Oh ja, we doen een gameplay. Oh ja. Zoom. RTL, SPSS. Groen links. Ha ha.